goedemorgen. Het is maandag 9 uur. En vanmorgen ging de wekker en dat deed pijn. Ja, mijn poot gaat iets beter, maar rustig aan, niet te veel lopen. En ik ga het even proberen wat dingetjes te doen. Dus let's go. En weer thuis na een hectische ochtend en ik ga nu even lunchen. En het is inmiddels al 1 uur. Geluncht. Meiden zijn naar school, lesgroes te halen en ik ga nu naar Wateringen. Jezus, wat een rennen vliegtuig. Dus ja. Ik heb ook nog stukjes in mijn iPhone gefilmd. Ik was mijn vlogcamera onderweg vergeten. Maakt niet zoveel uit, want ik hou niet van onderweg vloggen, dat weet je. Maar het kan even ander beeld zijn. Nou, afgevallen. Kut, hè? Ja, maar goed. Ik moet weer verder. Rennen en vliegen. Back to normal life is begonnen. Nou, ik voel het gelijk. Wel lekker. Chick is weer thuis. En die heeft de lesgrootste gehaald. Dus die kan gaan beginnen. Ik moet morgen, letterlijk. Morgen mag ze gelijk vroeg. Nou ja, vroeg. Nou, 9:50 moet daar zijn. 9:50, maar normaal begint de school om 8:30. Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend, 8:15. Ik heb gisteren niet de vlog af kunnen sluiten, omdat ik echt in een crash 20.0 ben beland. Toen trok ik ook nog even een vulling uit mijn smoel. Dus ik was er helemaal klaar mee gisteren. Maar goed, vandaag rustig aan. Ik ga daar eerst tandarts bellen. Ik hoop dat hij even tijd voor me heeft. Maar ik heb een gat in mijn bek. Dat is echt een slot en ik tak. Oh, daar is die. En hij stond voor volgende week gepland om te maken. Maar ja, dat ga ik niet redden tot volgende week. Ik ga niet met een gat lopen een week lang. Dus ik hoop dat ik daar terecht kan dadelijk. Meiden zijn naar school. Ik hoef alleen maar een paar boodschapjes te doen en daarna is het tokje outfit aan en de bank op. Of misschien de tuin in, want het is best lekker weer volgens mij. Dus. Oké, tandarts gebeld, kan ik vandaag niet terecht, morgen 9:30. Top. Moet u maar blijven lachen. Dus. Ik ga proberen mijn dingetjes te doen. Laatste dag vakantie. Die neemt het er lekker van. Gelijk heb ze. Het is inmiddels 3:00. Ik ben in de tuin gaan zitten. Op de bank gaan liggen. Tuin gaan zitten. Bank gaan liggen. Was gedaan. Daar ergens. Die zit achter de computer. Die gaat morgen echt starten op school. Top. Wat een kutvlog. Toch? Wat een kutvlog. Taalgebruik. Hè? Taalgebruik. Oh ja, algemeen beschaafd Nederlands praten. Ja toch? Al fliek. Nee, ik ben Rach, ik kom uit Den Haag en ik doe en ik zeg wat ik wil. So be it. Dus, ik heb niet veel gedaan vandaag. Ik heb ook echt geen zin gewoon. En morgen wordt het gewoon fucking 28 graden. Help. Dus, maar ik ga morgen eerst even naar tandarts. En dan ga ik boodschappen doen, ga ik lunchen en daarna zie ik het wel. De gast is wel redelijk vroeg vrij, Nio ook. 1:30 of zo. Dus, donderdag ga ik waarschijnlijk naar Amsterdam. Maar ik weet alleen nog niet hoe laat. Dat hoor ik nog. Oh, 27 graden wordt morgen. Oké. Okay. Oh, goed. Ik kan lekker in de tuin zitten. Dat is wel lekker. Dus. Ja, eten laat ik gewoon. Gebakken eitje. Lekker simpel. We hebben even geen zin. Opstartproblemen noemen we dat. Dus. We gaan even lunch maken voor de kids morgen. Peentjes schillen. Tomaatjes. Brood. En een komkommertje. Ik krijg zot. Chicky is ook thuis. Hi. Hi. Later eters noemen we dat.
Ach ja. Een rasje. Oké. Ik ga gelijk het vlogje afsluiten. Het is vroeg. Maar ik heb nou toch niet meer veel te vloggen. Ik hoef alleen maar even een blouseje te trekken. Ja, één blouseje. Zo. En verder ga ik chillen, want dan breek ik steeds meer kies af. Dus, ik ga donderdag niet naar Amsterdam. Dat is verzet naar volgende week dinsdag. Dus dan nemen jullie volgende week gewoon mee. Want vlogplannen zijn ook gewijzigd. Ik vlog deze week nog. Dus tot vrijdag. Weekend vlog ik niet. En dan begin ik maandag weer. Vind je het leuk? Even een duimpje omhoog doen. Doe het nog eens. Ja, ze deed net wat anders, maar goed. Dus, maar laat me even weten of je het leuker vindt. Ja? Dus hey, tot morgen. Een hele goede morgen. Het is woensdag. 7:45. En we gaan zo gezellig naar de tandarts. Ja. Dus. Geen drama verder. Moet even kiesje gemaakt worden die afgebroken is. Of nou, vulling is eruit geflikkerd van de week. Dus dat ga ik even doen. Helemaal buiten adem. En daarna dan... Denk niet veel. Denk dat ik lekker in de tuin ga zitten. Want het wordt lekker warm vandaag. Dus let's go. Zellig wachten bij de tandarts. Ze hebben hier zo'n leuk behang. Daar ben ik net te gek van. Ik heb de tandarts overleefd. En nu gaan we mosselen maken voor de lunch. Oh ja, en ik heb nog sushi. Ik kon niet kiezen. En ik heb het huis chemisch gereinigd. Goed bezig. Ik heb mijn huiswerkboekje ook weer gekregen. En dit heb ik zelf geschreven. Op de camera lijkt het heel erg donker, maar het is eigenlijk gewoon paars. Maar het is blauw. En hoe viel je eerste dag? Even kijken. Jou komt er gelijk als eerste op. Nou, mijn eerste dag was wel goed, ja. Mijn eerste dag was leuk. We kregen letterlijk 2 uur uitleg over koken. Wat je moet doen bij koken. Oh, dat is... Weet ze nog niet. Nou, ik... Oh, maar we moeten het dus ook schoonmaken als eerste. Ja. Ja, dat kan. Weer schoonmaken en dan volgende week ga je beginnen op koken. Maar ik moest wel even zeggen tegen de meester dat ik geen melk mag. Ja. Geen melkproducten. Maar ik ga volgende week pannenkoeken maken. Met melk. Top. Nou. Wil je dat meenemen of voor mij? Ja, ik mag het meenemen. Dat weet ik. Mag ik ook? Ja, dat is voor mij. Gek. Ja, je mag maken er 2 dan, hè? Ik moet ervan groeien. Nou, je mag eigenlijk zoveel maken hoeveel je er hebt. Ja, ik en weet dat, Elise ging de hele tijd die stop zoeken, want we zagen die stop niet, maar dat was waar dat borsteltje in zat. Oké. Okay. Dus eerste dag juist geslagen. Bij jou ook? Ja, dat is een paar dag, hè? Maar het was echt saai. Gewoon letterlijk saai. Oké. Echt, was geen ene bal aan. Oké, okay, duidelijk. We moesten lopen naar Delfshout. Dat is pijnlijk voor mijn voeten. Pijn aan mijn voeten, ik heb pijn aan mijn knie. Ach, dit dat toch, maar een tissue. Ja, heel graag. Ah, is ze zielig. Jouw hoofd ook, ja. Dank je. Nio. Respect. Please. Wat wil je dan over mij? Ja, maar ik ben je moeder. Nou, tot zo, meisjes. Een hele goede morgen. Het is donderdag, bij 9 of zo. En... We vergeten gisteren de vlog af te sluiten, want het ging gisteren even helemaal kut. En vannacht ook, dus ik ga eventjes wat dingen doen en daarna ga ik proberen aan de site te werken. En verder, even zen weer. Dus. En ik ben ondertussen weer thuis. Oh. Maar goed, wat gebeurde nou gisteravond? Ik heb gisteren mosselen gegeten. Waarschijnlijk heeft er geen goeie tussen gezeten, dus ik heb een beetje voedselvergiftiging gehad vannacht. Ik heb 4 t-shirts verschoond. Ik was zeiknat. Zo ranzig. Dus ja, ik voelde me eigenlijk echt niet lekker. Maar het gaat wel weer een beetje. Alleen ik heb nog steeds bij mijn been. Ik heb de huisarts gebeld, die belt vanmiddag terug, want er moet natuurlijk ook weer een keer bloed geprikt worden. En alles nagekeken worden. Dus dat gaan we even opstarten.
Maar voor vandaag ga ik lekker aan de site werken. En ik ga een lekker lunch maken. Ik ga zalm bakken. Ik ga peperzalm maken. Ik heb garnaaltjes. Een avocadootje. Flink vet en eiwitten. Dus. Zo te doen. Wasje hang buiten. Armpien jongens. Zet je zo laten zien. Kijk, hij is dus helemaal dik en rood. En je kunt het zo niet goed zien. Kunnen we dat nou best laten zien? Zo, kijk. Het doet echt zeer. Dus ja, misschien wel even verstandig om naar te laten kijken. Het duurt nou best wel lang eigenlijk. Maar goed, ik ga lunch maken. En dan ga ik toch nog even proberen te stofzuigen hier. Want dat moet gewoon elke dag gebeuren hier. En dan lunchen. We hebben een makreel geslacht en die gaan we insmeren met een boom boom peperstan. Ja, kun je ook zelf maken, dat doe ik ook wel eens, maar ik heb er gewoon echt geen zin meer in. En zo ziet het er ingesmeerd uit. Niet echt smakelijk, maar het is zo lekker. Degene die het wel eens gegeten hebben, die weten waar ik het over heb. Oh ja, je moet het pittig houden. Zo, en ik heb de huisarts gesproken. En maandag wordt weer bloed geprikt en gaan de levensmalen molen weer opstarten. Dus, dit mijn haar wild. Nou, ik heb ook wel wat. Chicky! Hoi. Leuk op school? Ja. Ja, hè? En daar gezellig barbecuen. Wil je nog pretfeest. Pretfeest. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Weet je niet wat je moet zeggen? Hoe vond je de eerste paar dagen op school? Leuk. Het moet wel wennen. Want je weet je kent daar niemand. En opeens zit je dan op een nieuwe school met nieuwe mensen en een nieuwe gezichten. En dan kijken ze je zo aan van, ja, en jij bent. Dat is gewoon nieuw. Moet ik aan wennen. Maar ik heb al vriendinnen gemaakt en vrienden. Leuk toch? En ik heb al een fietsmaatje. Leuk. Lekker gezellig. Met je mooie tas. Ja. Van een blogpost van online. Ik ga hem zo alvast omkleden voor de barbecue. Hoef dat daar nog niet te doen. Nee. Vijfje mooie zijn, hè? Ja, papa zou wel brengen. Dus, ik ben mijn eieren aan het koken voor mijn eiersalade voor bij mijn asperges. Nee, het is geen aspergetijd. Ik heb gewoon een aspergepot. Oké, wacht even. We gaan muziek. Oh, we gaan muziek luisteren. Gaan we meedoen? Ja. Hoe heet dat? Musical.ly. Musical.ly. Peace. Oké. Okay. Ik ga hem omkleden. Mama's debuut op Musical.ly. Tjallas! Oh, ik heb nog steeds puur pijn. Niet zo. Wil je rennen? Ja. Ik hoef alleen maar te klagen. Ik heb spierpijn. Ik heb dit. Ik heb dat. Zo zullen we ruilen? Kom vechten. Kom dan. Ja. Breek bij mijn enkels af. Ja, daarom juist. Ruim dan gelijk even je trap op. Pardon? Je trap opruimen. Oh, en in je stand gelijk even mee als je wil. Dus, ik zat lekker in de tuin, maar ja, waar was ik niet zo lekker. Zon gebleven? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb expres daarvoor mijn zonnebank mee naar school genomen. Ik wil nog wel een zonnebank, maar ik denk niet meer dat ik daar tijd voor heb. Waarom niet? Oh ja, het is 2 uur. Oh, misschien ga ik het zo nog even doen. Het is 2 uur, twee uur. Dus. Nou, de dag was weer voorbij. En school was wel leuk. We hebben eerst eens dat ze 2 toetsen gemaakt. En daarna in de middag hadden we 3 uur groen. Dan moet je in de tuinen werken of zo. Maar we moesten het hele schoolplein moesten we in eerste instantie gaan vegen. Daar werd ik gek van. Ik dacht al veel dood. Oh wow, ik ben overbelicht. Maar ja, het was wel een leuke dag. Morgen heb ik dan tot 11:55. Lekker vroeg! Zit ze er weer hoor, met de koffie.
Yo. Dus ja, dus dat was mijn dag. Morgen weer. Zo, het is donderdagavond. Behalve 8 of zo. En ik ga de weekvlog afsluiten. Morgen vlog ik niet. Want morgen heb ik echt alleen maar computerdag. En ja, niet veel eigenlijk. Dus ik zou het weekend niet vloggen, maar dat doe ik wel. Want misschien gaan we zaterdag even naar het zomerfestival hier zo. Is wel leuk. Dus dat kan ik wel vloggen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Het was meer een zitvlog. Ik kon alleen maar zitten. En zeiken. Zeikflorie. Dus. Maar goed. Ik heb mijn best gedaan. En ik hoop dat je het leuk vond. Dus duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent. Zul je het leuk vinden. En ik zie jullie het weekend weer. Doei doei.